Het geluid van iets dat beneden in de woonkamer op de grond in stukken valt, laat Nikita geschrokken opkijken. De klok aan de wand geeft de tijd weer. 2:50, 's avonds. Ze ligt in bad. Peter is achter een tip aan. Hij zou pas op zijn vroegst over een paar uur terug zijn. Langzaam en met gespitste oren gaat ze overeind zitten. Stilte. Heeft ze het geluid ingebeeld? Ze heeft een zurige smaak in haar mond. De wijnfles die naast het bad staat is zo goed als leeg. Bijna was ze erin geslaagd geweest om de pijn die de vermissing van haar dochter teweeg had gebracht weg te drukken. Bijna. Voor enkele minuten had ze zich rozig genoeg gevoeld om haar problemen voor even te vergeten. Nu is dat gevoel verdwenen. Langzaam legt ze haar hand tegen haar voorhoofd. In een poging de pijnscheuten die haar hoofdpijn met zich meebrengt te onderdrukken. Het water is bijna koud. Ze heeft het nu pas door. Hoe lang lig ik hier eigenlijk al in? Opnieuw hoort ze een geluid. Nu weet ze het zeker. Ze heeft het zich niet ingebeeld. Komen ze nu voor mij? Meteen schiet haar blik naar de badkamerdeur. Ze spitst haar oren. Het geluid klinkt zacht. Komt het vanuit de slaapkamer? De gang? De woonkamer? Hallo? Lispelt ze. Haar tong is dik. Haar keel droog. Peter, ben jij dat? Geen reactie. Roerloos blijft ze zitten. Als ze een minuut of twee niets hoort, gaat ze toch weer aan zichzelf twijfelen. Het is niet echt. Verbeelding. Je bent dronken. Dan hoort ze opnieuw een geluid. Gebonk, dit keer. Haar hart mist een slag. Is dat een keukenluik die wordt dichtgegooid? Ze zet haar handen op de rand van het bad en duwt zichzelf houterig overeind. Waterdruppels vallen kletterend van haar lijf terug de badkuip in. Voorzichtig tilt ze haar linkervoet uit het water en plaatst hem naast het bad op de tegels. De kou dringt tot diep in haar door. De haartjes op haar armen staan overeind en haar tepels staan kaarsrecht vooruit. Wat? Want wat als Fleur inderdaad door iemand is meegenomen, zoals het gerucht gaat? Wat als iemand inderdaad van de situatie gebruik heeft gemaakt en haar dochter iets heeft aangedaan? Een monster dat nu een nieuwe prooi heeft gevonden? Nee. Het is verbeelding, niets meer. Er is niemand anders in huis. Het geluid van een bot dat op de plavuizen in scherven klettert, laat haar naar adem happen. Er is nu geen twijfel over mogelijk. Er is iemand in haar huis.